Goedemiddag, u kijkt naar het weerbericht van Weerplaza opgenomen op woensdagmiddag 19 september. Het is heel aardig weer in Nederland, er zijn flinke zonnige perioden in heel het land, er trekken alleen wat kleine stapelwolkjes voorbij. En wat verder opvalt is de wind, want die is stevig uit het zuidwesten, matig tot krachtig en aan zee zelfs hard. Vandaag ook weer hoge temperaturen. In het zuidoosten is het inmiddels alweer 25 graden geworden. En ook morgen kan dat nog gebeuren, maar daarna gaat het weerbeeld veranderen. En daarvoor zet ik eventjes de weerkaart bij. Hier zien we de situatie op woensdag, dan is het rustig in Nederland. In het noorden kan vanavond en vannacht misschien wel een spatje regen vallen, ook morgenochtend zou dat nog kunnen, maar wat belangrijk is, is het front dat vrijdag vanuit het westen komt opzetten. Ik zal het eens dus even op de kaart tekenen ook, het is dit lage drukgebied met dit bijbehorende front en dat front dat gaat in de loop van de late nacht en vroege ochtend passeren en dat betekent dat we dus te maken gaan krijgen met veel bewolking, regen en ook Flink wat wind. Met name in het noorden van het land kan de wind eventjes hard worden en op het Waddengebied zelfs eventjes stormachtig. Ook zeiden tijdens de passage van het koufront windstoten mogelijk tot zo'n 80 km per uur in het noorden misschien zelfs nog wat meer. Het koufront passeert dan en dan in de middag klaart het op op vrijdag en dan zitten we in duidelijk koudere lucht. Want in de nacht van donderdag op vrijdag is het nog zo'n 17 tot 19 graden. Vrijdagmiddag is het niet veel warmer dan een graad. Of 15. Goed, dat is voor vrijdag. Nu weer even terug naar vanavond. Dan is het rustig qua weerbeeld, alleen staat er wel veel wind. Een matige tot krachtige wind boven land. En aan zee is de wind af en toe hard. Windkracht 7. Ook kunnen er zware windstoten voorkomen van zo'n 75 km per uur. Vannacht daalt het kwik dan naar een graad of 14 op de meeste plaatsen en zijn er geleidelijk aan ook weer brede opklaringen. Alleen in het noorden kunnen nog wel wat wolkenvelden voorbij schuiven en misschien dat daar ook nog een spatje regen valt. Ook morgenochtend is dat nog wel mogelijk. In het Waddengebied en de kop van Noord-Holland, Friesland, Groningen, heel misschien een spatje regen. Daarom dat er wat dikkere bewolking aanwezig is. Elders zijn er zonnige perioden. De temperatuur die loopt op naar zo'n 20 tot 26 graden. En geleidelijk aan neemt de wind af en wordt matig tot krachtig. En dan de lange termijn of de middellange termijn moet ik zeggen vrijdag dus die regen als dat koufront passeert in de ochtend nog die hogere temperaturen dat zijn dan eigenlijk de maximumtemperaturen want middags is het een graad of 15 en ook zaterdag en zondag moeten we rekening houden met de 15 tot 17 graden als middagtemperatuur. Er valt dus af en toe een bui, maar er is ook ruimte voor de zon en er staat vaak een stevige wind en zondag later op de dag zou het dus wisselvallig kunnen gaan worden, onstuimig misschien, maar daar is nog wel veel on Zekerheid over, dat moet de komende dagen duidelijk worden. Mijn naam is Raymond Klaassen voor Wierplaza. Ik wens u nog een fijne woensdag.